Het is kerstmis, het is kerstmis. Hebben we er zin in? Gaan we het allemaal heel rustig doen. Lekker eten met familie. En je zegeningen tellen. Ondanks alle issues die daarboven zijn. Er wordt besproken. En allerlei wereldsdingen. Pandemieën, virus. Alle. Let it go voor vandaag, voor deze 3-4 dagen. Laat het los. Ga je zegeningen tellen. Laat de mensen over wat ze zijn. Sluit je af en creëer je eigen kerstsfeer. Vandaag de zon in de steenbok. Want we gaan sowieso wat serieuzer doen. Ja, we gaan afspraken inplannen en dat vooral nakomen. Wat serieuzer naar elkaar kijken. Ken je de blikken van de steenbokken? Heel serieus naar mensen kijken. Ze komen wat moeilijker over, maar zijn hele leuke, aardige mensen. Je moet alleen maar daar doorheen. Ja? En dan hebben we de stier in de maan. Dat betekent dat we 2 aardetekens hebben met deze kerstdagen. Het klopt. Dus daardoor wil ik je ook vragen om je aanwezigheid te gaan voelen. Zodat je dat ook mag stralen naar anderen die bij jou thuis komen. Of wanneer jij de deur uitgaat bij iemand op bezoek. Naar je ouders, vrienden. Jij weet zelf waar je naartoe gaat. Voel je aanwezigheid door je ogen te sluiten. En dan desnoods te zeggen, ik ben dat wat ik ben. En dan voel het. Zo lekker, want je komt uit het bron. He, je bent het niet vergeten, dat niet, maar je bent nog zo op zoek naar dat warme, gelukzalige gevoel. Probeer dat vandaag met kerst. Ga lekker thuis zitten even. Of desnoods ga je even in je slaapkamer waar de drukte niet is, bij je altaar. En zeg gewoon, ik ben dat wat ik ben. En voel het. Zo lekker. Met Ken hadden nog leukere, dat gebruik ik nu. Ik. Voel het zweet, ik. En draag dat over naar de anderen om je heen. Ja, echt, het is zo mooi. Fijne kerstdagen. Vier het heerlijk. Maak je niet zo druk. Laat het allemaal voor wat het is. Doe je tv uit. Hè? Ja, dat treurbuis. Hè? Dat brengt heel veel verdriet als je naar. Doe het uit of doe alleen maar lekker muziek op. Want je hebt allemaal van die live events. Kijk daarnaar met elkaar. Lekker koken, veel knuffelen en zoenen. Dat zou heerlijk zijn. Ja, tel je zegeningen. Dan wordt het magisch thuis. Dan voelt het zo magisch van, joh, ik heb zoveel. Je hebt genoeg. Ik wil dat je deze dagen dat voelt. Dat je bent genoeg, je hebt genoeg en dat je bent dat wat je bent. Ga voelen. En draag het over. Daarmee kunnen we de frequentie weer verhogen met deze dagen. Toch? Let's go for that. Ja? Een andere ding wat ik jullie wil vragen. Ik heb laatst een prachtige Afrikaanse meneer ontmoet uit Afrika. Moment. Die komt uit Guinea. En die heeft een wens. En jullie weten hoe ik ben. Als ik iemand tegenkom met een... zijn verlangen is zo oprecht en echt... Dat ik tegen hem zei, ik ga dit overdragen in mijn vlog. En ook mensen vragen die mij volgen om jou te helpen. Zijn wens is om een waterput in zijn dorp neer te planten voor de dorpelingen. En we hadden het erover. En ik geloof dat zijn wens uitkomt als wij hem zeker weten helpen. Desnoods is het 1 euro wat je kan doneren voor deze meneer. Help hem. Hij heeft 3000 euro nodig om zijn waterput uit te zetten. En ik maakte ook een grapje. Ik ga zeer zeker aan iedereen vragen, zodat hij 3 vrouwen mag uitkiezen in het dorp. Dat ze gewoon daar staan. Gewoon. En natuurlijk is het een grapje, dat doet hij helemaal niet aan. Waarom ben ik die dat dan zeg? Maar ik wens hem dat wel. Dus hieronder ga ik straks een link plaatsen. Lees zijn verhaal, want het is nog een jonge jongen. Die hij is tussen de 26, net als ik het goed zeg nu moment. En die is naar Nederland gekomen met allerlei moeilijkheden. Je weet hoe het gaat. En zijn wens is teruglopen en teruggaan naar zijn dorp. En iets betekenen voor hun. Dus ik hoop dat je hem kan helpen. Druk erop en kijk. Want ik vind dit een prachtige, prachtige wens. En dan wil ik hem zeker bij helpen. Ja, hieronder. Alsjeblieft. Doe even wat. Het is gewoon een mooi gebaar voor mama Afrika, weet je wel. En als hij het haalt, kunnen wij met z'n allen ook naar hem zwaaien van, we helped you. Oké, daar heb ik het verteld. Dan gaan we naar de kaarten, naar de kaarten. Vandaag de onderste kaart. Kijk eens, kracht. Ja, op de beer. Dan moet ik vooral aan de moeders denken. Hè? Mama's, oma's, vrouwen.
Je bent heel sterk, dat is mama beer. Die heeft heel veel kracht om de kleintjes allemaal te beschermen. Vooral rond deze tijd. Ik wil jou laten weten, tuurlijk papa's ook hoor. Ik vind het leuker om de verhaal, ik vind het leuk om de verhaal leuker te maken. Deze mooie kaart gaat over innerlijke kracht. Ik wil je laten weten, ondanks alle gedoe, problemen, gebeurtenissen, wat mensen je hebben aangedaan. Vergeet nooit dat ze je nooit wat hebben aangedaan. Ze doen het alleen maar hunzelf aan. Het vertraagt je voor even tot je door hebt. Je bezit die innerlijke kracht. Maar het begint door tegen jezelf te zeggen dat die mentale kracht van... Ze gaan me niet gek krijgen. Ik doe gek, maar we zijn niet gek. He? Iedereen van mij naast wel doet gek, maar we zijn niet gek. Weet dat je die innerlijke kracht hebt ondanks alle situaties. Ga er op zoek. Of word een beer. En kom terug. Voel je innerlijke kracht. En dat kun je doen door je meditatie. Ik ben. Dan voel je ook je kracht. Je moederkracht. Je ware kracht. De kracht. De yin kracht. De yang kracht. Kan doorgaan. Je weet precies wat ik bedoel. Want alle problemen worden overwonnen. Deze kaart vraagt je gewoon vooral geduld om niks te forceren. Maar vooral jou laten weten dat je die kracht bezit. Dan geeft dat 10 stappen vooruit. Weet, voel dat je die kracht bezit. En daarna ga je hem pakken. Met alle kracht. De onderste kaart. Ja? Niet vergeten. Alles zou op zijn plek vallen op het moment dat je het ook niet gaat forceren. Door gewoon te geloven. Door te voelen dat je de kracht hebt. En heel rustig dat op te pakken. Ja. Gaan we voor de eerste kaart. Voor één. Kijk, de stier en de... Dit is de aardekaart. De maagd, de stier en de steenbok. Hier is die. De ridder van Pentakels. De sfeer van standvastigheid. Van iets concreets neerzetten. Ja, hier is die nummer één. Ja, als je voor één hebt gekozen. Aha, die vaste, stevige bodem die je hebt opgebouwd. Of die kan je opbouwen. Mag ik het zo zeggen? Ja, het gaat je lukken. Stap op je paard. Hè? Die munten, hè, komt ook allemaal goed. Die gewoon heel, die goede resultaat, die munten komen. Je moet erin geloven. Je moet eerst je aanwezigheid ook voelen. Zodat je ook je kracht kan zien. Je mentale kracht kan zien. Jouw creativiteit. Ja, dat kan je allemaal zien. Nummer 1, maar dan moet je wel daar naartoe reizen. Vooral rond deze kerstdagen zou het prachtig zijn als het ineens zo binnenkwam. Als je even stil stond bij deze dagen. Ja, die resultaat gaat gebeuren. Dat wat je wilt, je kan het opbouwen. Ik verzeker je. Ja, je hebt een bepaalde, dus maak een beweging. Zie je ook? Hij maakt een beweging voor zijn pentakel. Go, hier op aarde. Is je geld? Heb je een leuk idee? Wil je iets creëren? Begin met de voorbereiding. Ja. Begin met de voorbereiding. Want de kerstster is hier geweest. Ja. Ze hebben geknuffeld. Dingen zijn omgedraaid. We zijn in Aquarius. We zijn in een luchtteken. Dus we willen elkaar ook beter helpen. En elkaar meer zien, verbinden. Stap op je paard en doe het. Ja, doe het. Jawel. Leuk. In de liefde, ja, je wil een relatie, je staat ervoor open. En in jouw relatie, stel voor je hebt een vriendje, vriendinnetje. Ja. Het gaat lukken samen met diegene. Ja, vooral aardetekens, als ze bij elkaar komen, dat lukt meestal wel. Stier en steenbok, maagd en stier, maagd en maagd. Je weet wat ik bedoel. Die combo's, die gaan het halen. Ik vraag alleen maar nog steeds, hè, voor die gouden wiel, voor die money Benjamins. Geen angst, stap erop, vier je feestdagen en ga ervoor en ook in je relatie. Weet dat het goed komt, wat er ook is. Hè. Je weet, ik heb al verteld over de sprookjes, anders zoek je het een keer op hoe de sprookjes gaat. Hè, want ik geloof in sprookjes, maar het heeft iets anders erin wat mensen vergeten. Er zit heel veel magie, maar ook heel veel realistische dingen zitten erin. En dat is nog steeds een sprookje. Ga dan erover lezen. Kijken bedoel ik, lezen en mijn vlog. Ga checken, want je hebt een grote kans, zowel in onderneming of in je relatie. Of wanneer je bent nu vrijgezel, je staat open voor een relatie. Dat relatie die je aankomt, gaat slagen. Ja, want ik weet het zeker, ik voel het. Gaan we voor de tweede?
Dit zijn voor die party hard people, house parties of gewoon als je een vraag hebt. Kijk eens, die vervulling, die bekers negen. Er zijn een paar mensen, ja, nummers twee die denken... Leuke periode, ik ga er wat van maken. Ja, die gaat gewoon genieten, die gaat gewoon zijn wens achterna. Die gaat het gewoon lekker, misschien uit proportie, gewoon lekker een dansje. Feestje, wijntje erbij, leuke buren, kom op, gewoon laat je niet gek maken. Dat vind ik helemaal leuk, nummer 2. Ga er gewoon voor. Ja, ga ervoor. Geen zorgen, gewoon lekker gezelligheid, gewoon los. Los met elkaar. Bing, bing. Los, house party. Ja. Gewoon een hele leuke tijd. Dat heb je volgens mij georganiseerd. Is het niet zo dat je denkt, ben ik op elkaar te treden? Misschien word je nog verrast, word je uitgenodigd op het laatste moment. Als je wordt uitgenodigd, ga. Denk niet aan dit. Ga. Zorg wel voor je, dat je safe bent. Dat je weet, wow, hè? Voel je gevoel aan van, hey, je moet zeer zeker afstand nemen, dat voel je. Van zo, volgens mij is dat niet handig. Zet dat in, ja, voel je aanwezigheid. En geniet. Kijk hoeveel wijntjes hier zo. 9 bekers. Drink. Joost. Leuk. Fijne tijd gewoon. Hele leuke tijd. Geen zorgen. Dat vind ik leuk om te zien, nummer 2. Heb je goed deze week? Doe dat gewoon. En liefst hou dat gevoel vast voor heel het jaar. Want we gaan een nieuwe jaar in. We zijn al in die nieuwe era. Dus hou hem vast. Kijk even. Nog een keer. Check je daar zitten. Helemaal los. Wat heb je dan op? Alleen maar wijntjes? Check je hier zo zitten. En in de liefde hele fijne tijd met je geliefd of met je kind gewoon of met vrienden. Gewoon genieten. Nummer 2. Jij gaat genieten deze week. Je gaat ervoor zorgen ook. Ja, jij gaat ervoor zorgen. Nummer 3. Toen kwam de haan. Ik denk als je voor 3 hebt gekozen moet je ergens de haan hebben gehoord in je dromen van kokkelakok. Kijk, hier is die. Wake up. Ja, wilskracht. Overtuigingskracht. Ja, ik weet het. Ik kan het. Ik ga het doen. Ja. Je weet het helemaal. Enthousiasme. Je bent helemaal vuur, fire. Actie. Goede energie. Ik heb er zin in. Helemaal ondernemend. Je durft die risico's te nemen. Joh, volgens mij heb je ook een feestje als je voor 3 gaat. Je gaat risico gewoon nemen. Joh, je gaat het gewoon lekker gezellig voor jezelf maken. Je bent overtuigd van, joh, het moet gewoon zo en het komt helemaal goed. En weet je, dat is een goede energie. Je voelt je sterk. Je voelt dat je leeft. Hè? Kijk dan, dat is die. Hè? Die staven van as. Kijk, wake up. De Nike. De vuurtekens. Dat waren de watertekens. Watertekens moeten sowieso een feestje vieren. Yes. Dus de vuurtekens, die willen het misschien ook op hun manier... Wat voorzichtiger voel ik hierbij, wat voorzichtiger. Je durft wel die risico te nemen, maar toch, wat je wel voorzichtig. Want vuurtekens zijn intuïtief heel sterk, die weten hun ding te doen, maar ze zijn wel altijd wel wat voorzichtig. Misschien de leeuw die durft wat meer, maar die heeft nog steeds voorzichtigheid. Die is gewoon heel moedig, die snapt het. Ja, heel leuk. Ja, go for it, meer heb ik niet te zeggen. Je bent geïnspireerd, je voelt het in je hart, de haan heb je horen kraaien. En je gaat er voor deze dagen, al zitten de horens in de zon en in de maan. Je gaat het helemaal... Ik hoor allemaal muziek in mijn hoofd en mijn house steeds... Ja, leuk. Ik vind het leuk, joh. Ja. In de liefde, ja. Oprecht of kans op een oprechte relatie. Gewoon misschien ontmoetingen. Ja, misschien ontmoetingen. Housefeestjes, misschien wel. Ja. Want je straalt iets uit, je straalt kracht uit, je straalt wat stevigheid uit. Hè? Dat 1 en 2 ook, dus er zijn gebeurtenissen. En vooral als je weet dat je de kracht hebt en dat je eigen aanwezigheid hebt gevoeld. En je kan daarmee vooruit reizen of meereizen of dat delen met de anderen. Want vandaag was de dagkaart ook de hoge priesteres. Leer de lessen die jij hebt geleerd, breng het over naar anderen. Zodat we met z'n allen ook omhoog kunnen. Deel je kennis, vertel je verhaal, ook rond kerst, zit je lekker aan tafel. Vertel je verhaal, zodat je anderen mag inspireren. Mensen hebben inspiratie nodig, zo'n groot gedeelte die niet alles durft te vertellen, wat ze ervaren of beleven, waar ze in staan. Vertel jij je verhaal, wees de eerste, de leader, spring en dan valt de rest. Ja, ga op je paard, geniet en wees overtuigd dat alles goed komt. Weet je waarom? Je hebt de mentale en de innerlijke kracht. Maar je moet hem eerst voelen. Ik
ben dat wat ik ben. En je komt uit het bron. Alleen maar onderweg kunnen we bedorven raken hoor. Maar het is ook nog steeds een keus om bedorven te blijven. Of dat gewoon een plek te geven en te vergeven. Daar zijn de hele goede dagen voor. Kom op aarde, sta centraal. Die horen zijn er, draai ze om in een mooie strikje. En voel je aanwezigheid. Fijne, fijne, fijne dagen. Geniet van elkaar. Al ben je alleen, geniet van wie jij bent en wat je kan en waar je naartoe gaat. Tel die zegeningen er nog snel. En vergeet niet, je bent genoeg. En je hebt genoeg. Jawel, jawel. Ga tellen, dan zal je het zien. Ja, fijne dagen. Ik wens dat een hard wens mag komen. Mag. Ja, moet je dat zeggen? Dat je het mag voelen dat het zelfs onderweg is. Yes, fijne, fijne, fijne kerst. Fijne, fijne kerst. Dan zie ik jullie volgende week. Ik ga lekker eten bij mama thuis met mijn broer. We gaan lekker met elkaar gezellig doen. En dan gaan we proberen met elkaar het mooi te houden en een nieuwe jaar in te gaan. Want wij weten dat we het aankunnen. We hebben het altijd gedaan met z'n drieën. En nu zit er een gezellig vriend en vrienden bij en kleinkinderen van mijn moeder. Geweldig. Ik ben dat wat ik ben. En nu jij. Bye bye. Nogmaals.